voelde mij vanmorgen een ontzettend, ja, kalf gewoon. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik vind het eigenlijk wel gezellig. Dus mijn valies is net ingepakt en ik heb heel veel zin om te vertrekken. Hi iedereen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga vanavond iets eten in Brussel met mijn papa. En die staat hier aan de tankpomp. Wij gaan eten in de Vieux Saint-Martin. Wij gaan er echt heel veel en heel graag. Het is echt kei lekker. Want mama moest eten, alleen ging eten met haar vriendinnen. En wij gaan dus met ons tweetjes lekker iets eten. We zijn vandaag zondag en ik heb McDonald's besteld. Ik heb 6 chicken nuggets besteld. McNuggets, sorry. En een pakje frit met ketchup. En ik heb er zoveel zin in. Dat is heel lang geleden dat ik McDonald's heb gegeten. Ik ga er nu volop van genieten. Morgen moet ik naar Damme voor een shoot met Etam. Ja, ik heb er heel veel zin in. Dus ik ga vandaag ook niet te laat slapen, want ik moet heel vroeg op. Het is ook wel, denk ik, iets langer dan een uur rijden morgen vroeg. Dus ik ga nu even eten en dan ga ik terug mijn Netflix serie uitkijken. En dan ga ik gaan slapen om fris te zijn voor morgen. Good morning guys. We zijn vandaag dus maandag en het is nu 7:15. Ik ben net wakker. En ik ben even een kiwi aan het eten en ik ga een yoghurtje eten. Ik ben vrij stil omdat ik nog aan het slapen is. Maar ik moet dus binnen 20 minuutjes vertrekken naar Damme voor mijn shoot. Dus ik ga nu even snel iets eten en dan ga ik vertrekken. Hi, we zijn dus nog steeds maandag. Ondertussen maandag namiddag. Maar ik heb mij dus vergist van data. Ik dacht dat wij vandaag in februari waren. Maar we zijn nog maar 31 januari en dus morgen is mijn shoot pas. Ik vergis mij normaal nooit, maar ik voelde mij vanmorgen een ontzettend, ja, kalf gewoon. Maar ja, oké. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga niet helemaal terug naar huis rijden. En ik blijf gewoon een nachtje slapen aan zee. En ik vertrek morgenochtend gewoon naar Damme. Dat is toch niet zo super ver. Dus ik ga vandaag met een vriendin eten, Louise. Zij is er ook aan zee. En dan ga ik morgen naar mijn shoot. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik was echt vanochtend van, oh my god, ik ben echt super opgestaan om helemaal gewoon naar Damme te rijden. Om dan te moeten beseffen dat ik mij volledig vergist heb. Very good. Ah ja, en dan wil ik dus ook nog even zeggen. Ik heb dus gewoon hier geen make-up liggen, enkel van mijn mama. Maar die van mama is dus donkerder, die foundation. Ik heb die nu op. Maar ja, het ziet er dus gewoon echt niet uit bij mij. En ja, hier ligt gewoon geen make-up. Dus vanochtend, ik ging er dus vanuit dat ik geschminkt ging worden op mijn shoot. En ik realiseer mij gewoon dat hier niks ligt. Ik ben mijn make-up zak vergeten. Dus ik heb snel echt zo een mascara gaan kopen. Om aan mijn wimpers, allee, wat mascara op te doen. Ik heb er echt niets liggen. Dit is mijn badkamer trouwens. Er is keiveel wind. Maar ja, ik heb hier gewoon een paar producten liggen. Maar dus totaal geen make-up. Dan laat ik jullie even mijn kamer zien. Dit is mijn dressing. Dit zijn allemaal kasten. Niet zo super boeiend. En dit is mijn kamertje. Dus ik ga nu vertrekken. Ik heb, ja, mijn kleren gewoon bijeengeraapt die dat ik nog in mijn zak had liggen, want ik heb ook totaal niet veel mee. Dus ja, ik heb iets cozy aangedaan. En ik ga nu vertrekken. Ik heb normaal enkel met Louise afgesproken. Hey. Maar Nini zit er ook bij. Nini heeft zich weer geïnfiltreerd. In de tijd. Ik was de bit doorhaast, hè. Ja. Yummy. Yummy, yummy. Spaghettische van de put. Spaghettische. Lekker. Morning, we zijn vandaag dinsdag 1 februari. En ik heb mij vandaag niet vergist van data. Vandaag heb ik dus mijn shooting. Ik vertrek zo meteen naar Damme. En ik ga eerst nog stoppen om een koffie te halen bij Mary Rose Bakery. Want ik wil even eens kijken, maar ik denk dat ik hier
niet van yoghurtjes in de koolcel heb. Nee. Oké, dus ik ga zo meteen naar Mary Rose Bakery. Dat is trouwens heel lekker in Knokke om te gaan lunchen of te ontbijten. Ze hebben daar echt heel lekkere toast avocado. Dus ja, ik ga zo meteen vertrekken naar daar, want ik moet 20 minuutjes rijden naar Dam, heb ik net gezien via Waze. En ik ga vandaag ook mijn boekje in de press shop halen van Talkies, want dat is uit in België. Dus ja, heel benieuwd. En ik ben natuurlijk ook excited voor mijn shoots meteen. Dus ik ga nu vertrekken. Ik heb dus een matcha koffie gesteld en jus d'orange. En ik heb ook een granola besteld met yoghurt en fruit en die komt er zo mee. Ik ben net toegekomen in Damme en het is er eigenlijk wel heel knus en schattig. Het is precies zo repelsteeltje vibe. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik vind het eigenlijk wel gezellig. Dus leuk dat ik dat me ook eens ontdek. Ik ga zo meteen mijn haar doen en mijn make-up. Dat duurt ongeveer een uurtje. En daarna is het anderhalf uur shooten. Let's go. Je huid voelt eigenlijk heel goed als je zo geen make-up aan hebt. Mijn make-up is net gedaan door Ines. Hey! En Lize heeft mijn haar gedaan. En nu ga ik beginnen met shooten, dus ik ga even mijn setjes kiezen en dan gaan we eraan beginnen. Ik heb net gedaan met mijn shoot en alles is super vlot verlopen. Ik heb 4 outfits moeten shooten en ik heb al wat foto's kunnen selecteren waar ik ja, blij mee ben. Dus ja, ik ga die foto's wel denk ik binnen een weekje ontvangen. En ik ga dus nu vertrekken terug naar huis. Het was ook super leuk om daarnet iedereen terug te zien. Want ik was op een trip mee geweest met Etam een paar maanden geleden. Ah, de wind. En die waren daar ook allemaal, dus dat was kei leuk. En ik ga nu terug naar huis vertrekken. Ik ga dan mijn boekje halen van Talkies. Amai zeg. Ik ben ondertussen terug thuis. En ik ben echt naar heel veel krantenwinkels geweest om mijn boekje te gaan zoeken. Maar blijkbaar komen die morgen pas in de winkel, dus ik ga die morgen ophalen. Dus ja, ik heb wel even wat tijd verloren. Ik denk dat ik zeker gepasseerd ben bij 5 krantenwinkels. Maar ik heb dus nieuwe sneeuwbootjes besteld van Moonboot in samenwerking met Chloe. En ik vond die echt heel leuk. Dus ja, ik wou die even unboxen. Eens zien hoe dat ze eruit zien, want ik heb ze nog niet gezien. Ik vond ze wel heel leuk. Dit zijn ze. En op de achterkant Heels en Chloe. Ze hebben die ook trouwens op Farfetch in het beige. Is ook camelkleur, maar dit is eigenlijk bruin bordeauxachtig. Maar ik heb al zo'n paar eigenlijk, een camel van Isabel Marron. Die hebben ook heel leuke sneeuwbotjes. Dus ik dacht, ja, kies eens voor een andere kleur. Ik ga nu eigenlijk een paar dingen online zetten te koop. Want veel van jullie hebben dat dus ook gevraagd of ik een closet sale heb. Wel, ik heb dus een account op Instagram en ik heb er eigenlijk al heel lang niets meer op gepost. En ik dacht, misschien is het wel tof om nu nog wat spullen online te zetten. Want er zijn wel wat dingen in mijn kleerkast dat ik echt niet meer draag, waarmee dat ik jullie plezier kan doen. En dit is dus het account dat het noemt. Dus het is sale.sarahsclosets. En daarop kunnen jullie dus allemaal items vinden dat ik al heb gedragen, maar ook dat helemaal nieuw zijn, maar dat ik gewoon nooit heb gedragen. Dus ik ga nu een paar dingen online zetten. Ik verstuur alles ook meteen naar jullie. Dus ja, kijk zeker eens op mijn Instagram-pagina. Good morning! It's a really, really good day. Ik keek vanochtend in mijn brievenbus en ik zag dit boekje liggen. En ik ben ontzettend excited om te kijken. Dit is mijn interview in Talkies. En dit zijn dus mijn favoriete items dat ik heb gekozen. Het is wel wat veel voor in deze vlog allemaal te vertellen. Maar jullie kunnen dus het boekje vanaf vandaag 2 februari kopen in de winkels. En die zullen liggen in de Delhaize, in de Colruyt, in de QA, de Press Shops en alle andere krantenwinkels. Dus als jullie mijn interview willen lezen in de Talkies, ga het zeker halen.
Dit is dus de cover. Het is een heel leuk boekje om in te lezen trouwens. Er staat heel veel in over mode, leuke hotels, eigenlijk heel veel over fashion. Bijvoorbeeld zoals dit. Heel veel leuke dingen voor inspiratie uit te halen. En ik heb daarnet ook nog een doos toegestuurd gekregen van de H&M. Ik heb daar nog wat dingen op besteld. En dan heb ik ook een skipak toegestuurd gekregen. Dat ik ook ga unboxen en ik moet dat ook nog passen. Deze doos is echt zo zwaar. Het is gigantisch gewoon. Je hebt gewoon keert van te zweten. Oh nee. Oké, dus dit is wat ik heb besteld. Ja, wel vrij veel. Dus ja, ik ga nu unboxen en zien wat dat past en niet past. Hè. Dus het eerste dat in de box zit is deze teddypet. Die ziet er dus zo uit en die is wel echt leuk. Blijft niet zo goed op mijn hoofd zitten. Maar toch leuk. Dus deze ga ik zeker bijhouden. Het is wel wat klein, maar je kunt het hier achteraan groter maken of kleiner maken. Dan heb ik een poncho besteld. En het is zo met korte mouwen. Dus dat is wel super leuk op een leren broek of een jeans. Met Uggs, of course. Dus die ga ik denk ik ook bijhouden. Die vind ik ook echt leuk. Dan heb ik deze set gekocht. Dat is dus een langer pulletje. Mijn rits vooraan en een keizachte broek bij. Die ziet er zo uit. Het is zo wat een joggingmodel eigenlijk. Maar ik moet straks nog alles passen, want ja, het ziet er leuk uit. Maar ik weet niet of dat het mij goed gaat staan. Dat is dus gewoon een beige pull met een col. Ook heel tof. Dan heb ik dit gekocht. Een zachte broek, een knitwear broek. Dat zocht ik dus. Dat had ik in mijn vorige vlog al gezegd. Met een cardigan. Wel heel leuk. Ja, ik denk dat het allemaal is wat ik heb besteld. Ik heb net een heel leuk pak gekregen, een ski outfit van de Ski Hut. Ik ga even hun Instagram tonen. En ze hebben dus een winkel in Nederland. En ze hebben mij een pak opgestuurd. En ik vind het echt heel cool. Het merk is van Tony Sailor. Het is dus een geheel zwart pak. Met een teddycoat erover. Dus ik ga zeker geen kou hebben volgende week. Ze hebben echt een super breed assortiment. Met echt heel veel merken voor skipakken. Want ik was heel lang op zoek eigenlijk naar deze. Maar die was echt overal sold out. Dus ik zag dan bij hun dat zij die nog in stok hadden. Dus ze hebben echt heel veel van dit merk. En ook van andere merken trouwens. En op 2 dagen tijd was dat echt geleverd bij mij thuis. Dus super snel. Dus als je nog een ski outfit zoekt. Dus dit is het pak. Het is dus een geheel pak. Dit is de bovenkant. Hier staat ook het merk op. Zo ziet het er dus uit. Ik zal het zo meteen ook passen. Hier is ook een riem in het midden. Maar ik zal het zo meteen ook aandoen dat het wat duidelijker is. En dan deze coat. Ook super cozy. En het is een teddysop. Dus ik ga het nu passen en zien hoe dat het eruit ziet als ik het aan heb. Dus ik heb net mijn skipak gepast. En ik vind het echt heel mooi aan. Dit is de achterkant. Dus wel super makkelijk. Hier ga ik waarschijnlijk mijn lipsticks insteken. Voor tegen de koers blazen. Ik vind het echt heel tof. En dan met de teddycoat erover, dat zal ik ook even aandoen. Het gaat wel niet zo makkelijk als ik mijn camera vast heb. Ik ga dat jasje denk ik niet aandoen als het super zonnig is, want het is echt wel warm. Maar als het dus een dag kouder is, is dat wel super warm en gezellig. Dus dit is mijn outfit van de Ski Hut. En ik vind hem echt heel, heel tof. Heel, heel blij mee. Ik ga zo meteen vertrekken naar Antwerpen. Ik ga iets eten met Fik vanavond. Ik denk dat wij naar Tamo gaan gaan. Dat is trouwens heel lekker. Een van mijn favoriete restaurants in Antwerpen. En ik ga morgen pas beginnen met mijn valies, omdat ik er vandaag echt geen zin in had.
ja, mijn kleren van de H&M, het merendeel paste gewoon niet. Allee, vond ik niet zo mooi aan bij mij. Terwijl ik vaak wel heel veel dingen vind bij de H&M, maar het is altijd riskant als je dat online bestelt, altijd. Dus ja, ik ga morgen naar de post, ik ga dat terug versturen. En dan ga ik morgen beginnen met mijn valies in te pakken. Want ja, vandaag was ik echt niet zo in de mood. Ik heb superveel e-mails beantwoord. Ik heb een paar calls gehad vandaag. Dus dat is helemaal voor morgen. Ik ga eens aan mijn inpakken beginnen, want wij vertrekken dus morgenochtend en ik moet nog heel mijn valies inpakken. Dus ja, ik heb hier eigenlijk al alles klaargelegd. En dan heb ik mijn moonboots gewisseld trouwens voor deze. Ik vond die eigenlijk ja, leuker dan die bruine. Dat gaat eigenlijk op veel meer van mijn kleren, dus vandaar dat ik deze heb gekocht. En dan heb ik dus een broek gevonden bij Calcedonia en hij is super zacht, dus ja, zo'n broek zocht ik dus al even. En dan ben ik ook gaan kijken in de kos en daar heb ik ook zo een setje gevonden. Het is wel bruin, het is donkerbruin. Ik zal het eens even tonen, het is nog ingepakt. Dus het is deze kleur, dat is zo'n hoodie in cashmere en ook met een broek bij. En ja, super comfy as well. Dus ik ga nu beginnen inpakken, zodat ik morgenochtend klaar ben, want wij vertrekken vrij vroeg. Dus ja, let's go. Ik ga eerst mijn ski-pulletjes allemaal onderaan leggen. Allee, aan de andere kant. Ik pak graag altijd op skivakantie van die cozy dingen mee. Dus meestal zijn dat zo joggings of zo. Ik vind dat wel echt heel makkelijk om aan te doen. Dan mijn skipak moet er ook nog in. Ik heb keiveel zin om te gaan skiën. Ik ga ook niet heel mijn valies filmen hoe ik inpak, want ik moet me wel wat haasten. Dat heb ik niet te doen. Maar dat neemt al dus keiveel plek in, hè, zo'n skipak. Ik ga daar echt niet mee toekomen, gewoon met mijn valies. Dus mijn valies is net ingepakt en ik heb heel veel zin om te vertrekken. Bij deze is de vlog weer tot een einde gekomen. Heel jammer. Maar ik zie jullie uiteraard volgende week zondag terug met een nieuwe vlog. En dan ga ik zeker mijn skivakantie met jullie delen in een vlog. En vergeet zeker natuurlijk niet te subscriben op mijn kanaal. Tot volgende week. Bye bye.